En welkom bij de Van Schaikjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. Ja. Geluid staat aan. Ja. In de winkel was, ja, het is koud, hè. Was deze flesjes, die blikjes, waren in de aanbieding. En ze hadden 4 verschillende soorten, dus het dacht lekker. Framboos en cranberry. Daar heb ik trauma's aan. Appel en persik. Dit is de zero. Is deze ook zero? Nee. Weet die niet. Dit is ook appel en persik. Zonder zero. Dat is zero. Oh, dat is geen zero. Oh, dat is geen zero. Oh. En dit is framboos en zwarte best zero. Dus we hebben de 3 zero en eentje zonder. Ja, dus ik vind dat we deze... 2 zonder en 2 met. Oh, 2 zonder en 2 met. Ik denk dat we deze achter elkaar moeten doen. Om te proeven of dat je het verschil hebt. En dan deze 2 bij elkaar. Dus dan beginnen we met deze. Dus dan beginnen we met 0. Ja. Hoppa. Hoppa. Ik ben benieuwd. Ze gingen nou zo ruw binnen. Ja, ik trilde een beetje. Hij kreeg ergens een schok. Deze ruikt wel lekker, maar ik denk dat ik het meeste... Wat is het? Appel? Appel. Persik. Maar persik. Nee, het ruikt appel. Oeh, prik. Oeh, lekker. Oeh. Maar ik moet heel erg... Je proeft hier een nasmaak. Dat heb ik heel vaak bij Zero. Zero is een beetje een nasmaak. Jawel, dat vind ik wel. Nee, maar laten we dan deze zo proeven. Omspoelen, alsjeblieft. Oei, joh. Ik wil zeggen een plastic. Die is van jou. Ja. En dan nu de gewone. Deze smaak, volgens mij ken ik deze smaak wel. Alleen dan zonder prik. Hé, je hebt geschud! Nee. Ja, toch echt wel. Nee, hè. Nee, misschien is die in de winkel geschud. Kijk eens! Oh, misschien in de winkel geschud. Maar niet, niet door mij. Maar dit moet eigenlijk eraf. Ja, nou schenk maar gewoon, dat maakt niet uit. En dan ben ik heel benieuwd, want ik vind met zero, als het dan met zoetstof is, vind ik altijd een andere nasmaak. Oké. Ik plak nu nog meer daar. Ja, maar deze kleur ziet er ook anders uit. Is ruiken! Ik ruik toch niet, want het is kouwen. Deze ruikt veel minder. Prik is weg. Nou zit er überhaupt wel prik op. Ja, maar dat is weg door het geschud en nee, alles. Nee, weet ik niet. Kijk eens of dat er wel prik op zit. Dubbelfris zit altijd prik op. Nee, helemaal niet. Dubbelfris zit juist geen prik op. Geen? Ik weet het niet. Maar is dat niet voorop? Sparkling of flat? Die staat er niet op. Maar ik denk dat deze sowieso zonder prik is. Nou, laten we het, we gaan het kijken. Dan wil ik eigenlijk de zero als laatste. Dan wil ik nu deze. Framboos en cranberries. En de andere, deze lijkt me namelijk erg lekker. Want ik hou van zwarte bes. Ik hou van... Oei, dus dan gaan we eerst deze doen. Doe even een doekje. Ja, het plakt, hè, nu omdat het nat is. Omdat het... Nou, dus eerst deze. Die. Dat is de niet zero. En ik ben heel benieuwd of dat hier dan ook geen prik op zit. Je hoort het niet, hè? Dus ik denk niet dat er prik op zit. Je hoort het niet. Ik vind met prik lekker. Ruikt lekker. Ruik je dat? Nee. Jawel. Nee, nou, ik ruik het wel. Ja, zie je? Zonder prik. Ik vind... Die we net hadden gedaan, was erg lekker. Ja. Terwijl het toch met cranberries is. En cranberry sap vind ik niet zo lekker. Nee, daar heb ik trauma aan. Maar hier proef je hem niet. En het is ook weer zonder prik. Laten we kijken of dat de zero met prik is. Ja, vast wel. Ik zou het wel heel raar vinden. Je kan toch ook gewoon zero zonder prik doen? Nu nog lekkerder staat. Oh, nou ben ik benieuwd. Nou, ik heb hier hele hoge verwachtingen van. Want ik vind zwarte best vind ik echt heel erg lekker. Wat wil? Nee, de sprik. Ja, ik hoor het al. En ik hoor het. Waarom? Dat is mijn eten. De gewone. Nou, ik weet niet. Ja, dit is prik. Ja, is dit prik? Ja. Kijk maar. Ja, ik kan lekker niet zien. Hij ruikt wel lekker.
Kijk. Het is geen zero dan toch? Ja, weet ik niet. Ik snap niet waarom ze met prik, zero met prik hebben. Ik moet zeggen, ik vind hem wel lekker. Maar ik denk dat hij zonder prik lekkerder is. Het is nog steeds plak. Nou, het smaakt nu al. Oh ja, dat komt door het vaatdoekje. Oké, okay. Jammer. Ik weet het niet hoe ik volgorde staat. Ik vind zonder prik niet zo lekker. Met prik? Zonder. Oh, ik vind ze juist zonder prik lekkerder. Ik denk dat hij zo... Weet je wat ik alleen niet snap, hè? Nou, waarom doen ze niet zo altijd... Deze staan dicht bij elkaar. Hé? Ik vast. Ik snap niet dat waarom... Dat kan ik ook niet tegen, hè? Dat ze niet allemaal hetzelfde doen. Nou, ik snap niet waarom ze niet gewoon altijd die lipjes gewoon aan de achterkant doen, weet je wel? Dat je gewoon altijd zo drinkt, dat je altijd het merk ziet. Want alles staat scheef. Ik kan dat niet tegen, hè? Ja, waarschijnlijk, dat is gewoon natuurlijk fabriekswerk, dus dat weet ik ook niet. Maar goed, wel, jij vindt ik denk dus deze... Dat het zo staat. Wat vind je lekkers dan? Deze, maar ik vind deze twee eigenlijk allebei lekker. Maar het verschilt niet veel. Maar jij hebt dat dus met prik. Ik vind dus juist zonder prik vind ik lekkerder. Oké, dan is zonder prik. Maar ik vind deze smaak vind ik lekker. Alleen zonder prik vind ik hem lekker. Auw! Wat heb jij? Pijn. Dus zit ze weer met haar vinger vast in het kastje? Ja, moet je ook niet doen, hier moet het kastje met niet rust in het kastje, ik zat hier vast. Oh, ook nog. Nou jongens, ik vind het wel raar. Dubbel fris met prik. Dus bij jou staat het zo? Nee, want ik vind deze... Dat is prik, hè? Dit is zonder prik. Nee, ik vind deze prik vind ik het lekkerst. Die? Nee. Deze vind ik het lekkerst. Nou, als ik met prik... Zitten. Met prik vind ik deze het lekkerst. Dat en dan... is vies, hè? Ik vind ze allemaal lekker. Okay. Maar ik vind het alleen raar dat er prik op zit. Dubbel fris hoort geen prik op te zitten. Maar goed, hij is op zich best lekker. Die komen we op. Ja. Jongens, dit was onze video van deze blikjes. Ja, hoe zeg je dat? Ja, van de blikjes, van het proeven, van de drinken proeven. Van dat. Geef het een naam, jongens. Dit was onze video van het proeven van, van deze drankjes. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En de dikke duim omhoog te geven. En op belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen vanaf verschijtjes. En vergeet niet naar onze volgende video te kijken. Doei!